Kijk, daar is de druif. En die is lekker aan het uitlopen. Rechts moet ik natuurlijk een beetje aanbinden. Maar vanuit hier kan je zien dat die zijscheuten zich goed ontwikkelen. En dat daar soms wel 2 of 3 tros aanzetten aan zitten. Ik ga straks even dichterbij hoor. Maar om nou te zorgen dat er niet te veel trossen in komen en dat die zijscheuten niet te lang worden, is het handig om ze nu ongeveer af te knippen, af te knijpen, zodat die niet te veel energie kwijt is en zodat het niet, dat je niet een heleboel kleine trosjes krijgt, maar uiteindelijk een aantal grote trossen. Nou, daarnaast is het ook nog fijn als je structuur van de plant zeg maar een beetje intact blijft. Dus ik ga nu naar beneden en dan laat ik zien wat ik dan doe als zomersnoei. Kijk, hier zie je dus dat die zijscheuten, die ranken zich vormen. En dan heb je hier een eerste tros aanzet. En daar achter het blad zit er nog een. En de theorie is dus dat je 2 bladeren voorbij je tros 1, 2 krijg je nu af. En ik haal dus dan ook deze tros er meteen af. Het is een beetje rigoureus, niet iedereen doet dat zo, maar dat scheelt energie voor de plant. Kijk, hier heb je dus een rank, een tros, een blad, nog een tros en weer bladeren. En dan ga ik dus 1, 2, die eraf, die eraf. Zo. En als je dat in dit stadium doet, dan scheelt het gewoon een boel energie. Zo ga ik die hele plant af. Hier nog een keer. Tros, blad, blad. Die eraf, die eraf. En dan zie je dus eigenlijk dat hier nog een tros aan zet zit. En er zou er misschien nog wel in komen. Ja, dit is dus allemaal niet wat ik dit jaar zou willen. Ik wil zijscheuten met 1 tros, voldoende blad. En licht, lucht, ruimte. En eigenlijk ook nog wel een mooi beeld. Dat vind ik ook belangrijk, dat ik nog een klein beetje zon, gefilterde zon, op mijn terras heb. Kijk, zomersnoei is dus nodig om je druivenplant compact te houden. En die zijscheuten, die ranken kunnen wel 2, 3, 4 meter worden per jaar. En daar heb je meestal geen ruimte voor. Daarnaast is het zo dat later in het seizoen, als die druiven trossen wat gaan zwellen, wat groter worden, dat er door meer licht, meer zonlicht erop, dat ze beter rijpen. En met name in augustus bijvoorbeeld is het vaak warm en vochtig. Dan is er door meer lucht en licht en wind, zeg maar, lucht in de plant, kan er minder schimmel ontstaan. Dus dat zijn allemaal voordelen. Het is wel een werkje wat je dus nou echt elke 2 weken moet doen, want overal waar je een scheut, een rank afsnoeit of afknijpt, ontstaat weer een okselscheut. Dus dan wordt weer een knopje wakker, ontstaat weer een nieuwe scheut. En die kun je dan bij de volgende keer dat je hier snoeit na 1 blad afknijpen of afknippen. Dus eerst ga je 2 bladeren voorbij de tros die je laat staan, je rank afknippen. Dan komt er een okselknopje, wordt wakker. Die gaat een rank vormen en die knijp je dan af voorbij het eerste blad. Daar zal dan weer een rank vormen en die knijp je dan 2 weken later weer af bij het eerste blad. En zo ga je door tot die groei in snelheid afneemt. Maar in principe zal die druif de hele zomer door een nieuw blad willen maken. Nou, en natuurlijk lukt het niet om dit iedere 2 weken te doen, maar het is meer dat je je aandacht erbij houdt. En als je het ziet, dan knijp je overtollige scheutjes af. En als je dat gewoon blijft doen, dan komt het goed.